De RTM-dag. Heb je al een soort schema voor jezelf gemaakt waar je allemaal heen wil? Zeker. Ik ga naar Saxman, daarna ga ik naar een ongemakkelijk sprookje en daarna ga ik naar de docu over Hans Sleutelaar. Ik had je ook eigenlijk wel verwacht hier op de Rotterdamdag. Hè? Je bent een soort personificatie van Rotterdam. Ja, Gerard Cox. Ja, zeker. Maar hoe vaak ben je zelf te zien geweest op het IFFR? Te zien geweest? In film of... Nooit, volgens mij. Echt, ik weet ook niet waarom. Ja, schat, dat weet ik niet. Dat ligt niet aan mij, hè? Nee, ik neem elke zaterdag ga ik met mijn moeder naar de markt. En dan plak ik mijn mobiele telefoon op mijn dashboard. En dan zet ik hem op selfie-stand. En dan zing ik met mama een liedje. Elke week een ander liedje. En dat zet ik dan op Facebook. Niet op mijn openbare pagina, maar op mijn vriendenpagina. En Mieke van der Linden, die deze dag georganiseerd heeft, die heeft dat gewoon geconfiskeerd. Die zei, ik vind het zo leuk, mag ik dat draaien voor elke film die dan op de Rotterdamdag komt? Toen zei ik, waarom niet? Toen zei zij, omdat je niet echt op je knapst bent. Want het is inderdaad zo met zo'n ding voorop geplakt. Dus je ziet rimpels en soms maar tot de helft. Toen zei ik, dat kan mij lekker niks schelen, want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mama en ik, mama is 84... nog samen zingen en dat is best wel wat waard. En dan gaat het niet over mooi of lelijk.